Kunt u dit even afmaken in het kader van Amsterdamse cultuur? Geef mij maar Amsterdam. Nee, daar doe ik niet aan. Als Rotterdammer ben ik vandaag in Amsterdam. En Tunahan Kuzu hoeft straks niet meer lang na te denken over waar hij zijn Amsterdamse cultuurkennis bij kan spijkeren. De Amsterdamse Denkafdeling opende vanmiddag een partijkantoor in Osdorp. Bij deze is de kantoor geopend. Hij los. De Amsterdamse kandidatenlijst wordt volgende week pas bekendgemaakt. Daarom hoorden we van Tweede Kamerleden deels de landelijke boodschap in Amsterdams jasje. En we gaan er dan voor zorgen dat de xenofoben in Amsterdam geen voet aan wal krijgen. We gaan al die xenofoben hard aanpakken, ook in Amsterdam. Jeugdwerkloosheid, met name onder allochtone jongeren, en betaalbaar wonen staan hoog op de agenda, maar ook parkeertarieven. Het is nogal raar als je per uur echt 5 euro per uur moet gaan betalen als je gasten wil ontvangen. Nou, dat doet wat met de stad. Het is niet goed voor de gastvrijheid. En je hoeft er niet eens naar te vragen. Kuzu had uit zichzelf een boodschap over Forum voor Democratie en de Amsterdamse lijsttrekker Annabel Nanninga. Die Amsterdam in het verleden, de stad Amsterdam, op een nare manier heeft bejegend. Allerlei vreselijke uitspraken heeft gedaan. Hey, ik zal er even een paar herhalen. De dobbernegers en als ik mijn kamp lees dan dit en dat. Hey, ik ga die uitspraken allemaal niet herhalen. De verkiezingscampagne van Denk lijkt te zijn begonnen. Nu die Amsterdamse cultuurlessen voor Kuzu nog. Uit aan de Amsterdamse grachten. Niemand kan zich beter wensen. Als aan een Rotterdammer moet je dat niet vragen, joh. We hebben nog één, twee getallen voor u. 4-1. Ja, daar hebben we het niet over.